De gemeente stevend af over 3 jaar op een tekort van 44 miljoen euro per jaar. Het tekort ontstaat doordat het Rijk bezuinigt op het gemeentefonds. Het stadsbestuur blijft in gesprek met het Rijk om het gemeentefonds te vergroten en wil proberen meer geld uit Europa te krijgen. Wat wij hebben gezegd is, we moeten goed weten waar wij gaan investeren de komende jaren en waar we dan naar Brussel moeten om daar geld voor binnen te halen. Dat noem je dan cofinancieringssystemen. En daar gebruiken we de strategische investeringsagenda ook voor, om dat scherper te weten en dan te gaan lobbyen om dat geld binnen te slepen voor Groningen. Ze wil anders afschrijven op investeringen, investeerders aantrekken en andere gemeentes of de provincie laten meefinancieren. Een van de dingen die we zeggen is, we moeten de komende jaren ongelooflijk veel investeren. Dat geldt eigenlijk voor alle gemeenten. Er komen een aantal dingen bij elkaar die maken dat je keuzes moet maken. En wij willen dat onze gemeenteraad die keuzes op een goede manier kan maken. Dus de vraag die dan op tafel komt is, als wij een voorziening aanleggen, bouwen en exploiteren, waar vooral mensen komen van ver buiten andere provincies, buiten de regio, misschien zelfs wel uit Duitsland. Vinden we dan dat de gemeente Groningen dat helemaal moet betalen? Wij geven geen antwoord op die vraag, maar we zeggen wel, daar moeten we het over hebben. En daar moeten we het ook met elkaar, met bijvoorbeeld de provincie, over hebben. De stad gaat de komende 10 jaar voor 3 miljard euro in projecten investeren. Wat denkt u daarop te moeten bezuinigen? We gaan helemaal niks doen qua bezuinigen. Wat we eigenlijk vooral doen is kijken wanneer komt welk investeringsbesluit, over hoeveel geld gaat dat. Wat is op dat moment de financiële situatie van de gemeente? Want de investeringen die we de komende 3 jaar gaan doen, daar hebben we gewoon geld voor. Dat is geregeld, dus dat loopt allemaal door. Daar maken we ons helemaal geen zorgen over. Het gaat eigenlijk vooral om de vraag, hoe gaan de colleges die na ons komen dat ook nog allemaal kunnen doen? En dat willen we nu op een goede manier regelen. Van een lange lijst met investeringen in de toekomst zijn er 4 projecten nader bekeken. Martini Plaza, het museum aan de DER Aa en het sportcentrum Kardingen. Van Kardingen hebben we specifiek gezegd, nou, we moeten een variant gaan ontwikkelen zonder overdekte ijshal. Want dat is zo'n enorm dure, grote investering. Die kun je als gemeente Groningen misschien niet alleen dragen. Daar hebben we hulp bij nodig van andere overheden misschien wel. Dus we moeten een variant gaan ontwikkelen zonder die ijsbaan. En zo hebben we nou echt al die dingen eigenlijk langsgelopen. En uiteraard het nieuwe muziekcentrum ten zuiden van het station. Een andere locatie zou misschien goedkoper zijn. Het stationsgebied wordt voorkeurslocatie aan de zuidzijde. Dat blijft overeind. We zeggen nog steeds dat is echt de voorkeurslocatie. Die biedt voordelen die suiker niet biedt, maar suiker, echt het voorterrein rondom het zeefgebouw, dat heeft meer ruimte. De verbinding daar die worden heel veel beter, want ook daar komt een groot station, weten we nu, dat wisten we een aantal jaar geleden nog niet. En daarom zeggen we, nou, als je daar een goedkoper gebouw kan maken, dat niet gestapeld is, maar wat lager, misschien goedkopere parkeeroplossingen, dan is dit het moment om nog 1 keer goed te kijken, is dat niet toch een betere variant? De stad kan om veel investeringen niet heen. De stad is in de jaren 60, 70 enorm gegroeid. Dat betekent dat je heel veel van de wijken nu beetpakt voor wijkvernieuwing. Dat je je scholen, je culturele gebouwen, je maatschappelijke gebouwen allemaal moet verduurzamen, moet vernieuwen. Dus we hebben op dit moment in de tijd gewoon enorm veel ambities en grote projecten. En we hebben eigenlijk gezegd, we willen niet alleen maar onze eigen periode als college bekijken. We willen echt vooruitkijken, 10 jaar vooruitkijken en dat ook ieder jaar opnieuw doen. Zodat we geen keuzes maken waarmee een volgende raad en een volgende college helemaal voor het blok staat en misschien geen bewegingsruimte meer heeft. Dus we moeten dat gewoon eigenlijk heel strategisch en rationeel en meerjarig gaan doen. Alles in samenhang en dan de beste keuze maken.